naam is Arjen Daarluis. Ik ben schaapsherder bij Gelders Landschap in Kastelen op de Loenenmark. De Loenenmark heeft een schaapskudde. Het is de enige schaapskudde van Gelders Landschap. En ik ben ook de enige schaapsherder in dienst bij Gelders Landschap en Kastelen. Ja, ik kan met mijn honden, eigenlijk kunnen ze 4 commando's, linksom, rechtsom, stoppen. En dat is eigenlijk waarmee ik de kudde stuur. Dus ik kan de hond linksom de kudde sturen of rechtsom de kudde sturen. En dan verandert zeg maar de kudde van richting. En dat zijn eigenlijk de commando's en dat kan ik doen met fluitcommando's en met stemcommando's. Nou, we grazen hier met de schaapskudde dus op de Loenenmark. En de schaapskudde is echt voor het onderhoud, voor het beheer van de heideveld. Ik graas dus met de kudde echt op de hei. Als we dat niet zouden doen, dan zou de hei nog veel meer vergrassen. Hè. Er staat hier op een aantal plekken al aardig wat gras. En sinds we een grotere kudde hebben, kunnen we dat heel goed onder controle krijgen. En uiteindelijk is de bedoeling dat we steeds meer jonge nieuwe hei terugkrijgen. En steeds minder vergrassing hier. Dus de kudde is echt dagelijks in het terrein om te grazen en een onderhoud te plegen aan de hei, zeg maar. De schapen die eten eigenlijk ieder tijd van het jaar iets anders. Je moet je voorstellen, in het voorjaar als er hele groene grasjes op komen, vinden ze die het lekkerst. Dus dan eten ze die volop. En dan vanaf mei grazen we vooral op pijpstro. Dat is nu in de wintertijd helemaal geel. Maar van half mei tot september is die groen. En dat vinden ze dan heerlijk. Dus daar grazen we vooral op. En na die tijd is het vooral weer grazen op wat grassen die er nog staan, smelen. En op de hei in de wintertijd. Zoals nu heeft het gevroren. En dan nemen ze nog wat grasjes. Maar ze snoeien ook heel goed in de hei. Zodat de hei niet te veel doorschiet. Maar mooi stevig wordt. Zeg maar, mooi gesnoeid wordt.